ik ben vandaag in het Medisch Lasercentrum in Amsterdam. En, dankjewel. Jonathan Kadouche, dermatoloog. Ja. En hij gaat vandaag een cellulietbehandeling laten zien. Selfina heet dat. Ja. Waarbij bindweefselstrengetjes worden doorgesneden. Het is allemaal heel verfijnd. Mm-hmm. En dan kom je van de putjes af. We hebben hier een model staan. En Jonathan gaat het nu eerst aftekenen en vertellen wat celluliet nou eigenlijk is. En het verschil is verschillende vormen van celluliet en wat Selfina inhoudt. Klopt. Ja, bij celluliet is het een probleem eigenlijk van de bindweefselstrengen. En we moeten zo zien, tussen huid en spieren loopt een bindweefselnetwerk die de huid een beetje op zijn plek houdt. Dat gaat door het vetweefsel heen. En dat bindweefselnetwerk is bij vrouwen anders opgebouwd dan bij mannen. Waardoor mannen eigenlijk ook geen putjes hebben. Ja. Bij vrouwen kunnen die putjes wel ontstaan. De mate van celluliet verschilt heel erg van vrouw tot vrouw. De ene heeft het wat ernstiger, de andere bijna niet. En nou, de mate die we hier zien is eigenlijk vrij mild. Dat is een milde vorm van celluliet. En dat bepaal je door het aantal putjes, maar ook door de diepte van de putjes en de grootte van de putjes. Hoe kan je zien hoe diep een putje is? Kan je dat laten zien? Nou, het lichtinval zorgt ervoor dat je een bepaalde schaduweffect hebt. En op basis van het schaduweffect kan je bijvoorbeeld zien dat deze iets oppervlakkiger is dan deze. Ja. Nou, is er een verschil tussen celluliet en laxiteit? Ja. Dat is een duur woord voor verslapping van de huid. Klopt. Wat zien we hier? Nou, eigenlijk zien we hier een hele gave, stevige huid. Want laxiteit is dus letterlijk dat de huid verslapt is. Wat je dan zou zien is bijvoorbeeld dat je veel meer hangende huid zou hebben onderaan de bilplooi. Dat het volume hier onderin, daar zie je dan het makkelijkst, dat de huid hier zacht zou zijn. Wat we met Selfina doen, is dat we de intrekkingen die veroorzaakt worden door de bindweefselstrengen, de onderhuidse bindweefselstrengen, die nemen we door. Daardoor krijgt de huid de gelegenheid om weer terug te veren naar de normale stand en de normale contour die er op de omgevende huid ook heeft. En daarmee zorg je ervoor dat het putje opgeheven wordt. Wat heel belangrijk is als je een behandeling doet in de buurt van de billen, is dat je zorgt dat je de anatomie van de billen niet verslechtert. En wat heel belangrijk bij de billen is dat hier onderin de ronding van de bil en de bilplooi wordt gevormd door allemaal bindweefselstrengen die hier in de diepte vastgrijpen op de huid. Zou ik hier met het apparaat in deze plooi gaan behandelen, dan zou je het risico hebben dat de vorm van de bilplooi daarmee verstoord raakt. Dus dat is een plek waar we in principe niet willen komen. We zijn bijna klaar om te beginnen. En dus we beginnen met een ronde verdoving, waarbij we onder een bepaalde vacuümspanning een verdovingsnaaldje inbrengen in de huid waar de verdovingsvloeistof uitkomt. Maar het eerste prikje is best gevoelig, omdat het naaldje toch wel een bepaalde dikte heeft. Wat ik altijd graag doe, is toch van tevoren met een heel dun naaldje de eerste ingang wat voorverdoven. Op dit moment wordt de huid vacuüm gezogen. Daardoor zit je altijd op een bepaalde diepte in de huid. Dus in dit geval op 6 mm diep. En dat maakt dat deze behandeling op die manier reproduceerbaar is. Nou, dit is het kanuletje waarmee ik, of het naaldje waarmee ik in de huid ga met de verdoving. Ik prik het aan. Als het goed is, moet dit niet zo pijnlijk zijn omdat het al voorverdoofd is. En dan gaan we voorzichtig op 6 mm diep de huid. Of onder de huid gaan we erin. En dan mag nu de verdoving erin. Het is 8 ml per lijntje. En zoals je ziet op het plateau zijn er 4 lijntjes. Zoals jullie zien hebben we een bepaald tempo waarin we de behandeling uitvoeren. Dus die vloeistof met een bepaalde snelheid ingespoten. Dat komt omdat we gebruik maken van vacuüm om een reproduceerbare behandeling te genereren. En om een bepaalde diepte de vloeistof te kunnen plaatsen en de losmaking te kunnen doen. Dus we gebruiken vacuüm in dat opzicht in ons voordeel. Het is
cellulite is een anatomisch probleem. Die bindweefselstrengetjes die de huid vastgrijpen zijn te kort, trekken de huid naar binnen. En de enige manier om dat permanent op te lossen is met het losmaken. Ja. Wat je met Sylvina kan doen. Nou heb ik begrepen dat die bindweefselstrengetjes heel dun zijn. Hè? Het is vergelijkbaar met een haar, de dikte van een haar. Ja, een paar millimeters dik. Paar millimeter. Hoe weet je ze dan te vinden? Hoe weet je dan waar ze zitten? Nou ja, ze zitten waar de huid naar binnen getrokken wordt. Oké. Okay. Dus die veroorzaken dat putje. Yeah. En waar de huid naar binnen getrokken wordt, daar maken we het los. Okay. Die rondjes, wat ik dan doe, is ik leg het vacuüm plateautje precies daar waar ik het rondje los wil maken, in dit gebied. Yeah. En daar wordt het losgemaakt. Dus ik ga niet het hele gebied losmaken met het mesje, maar alleen in dit kader waar het putje zit. Wat het mesje eigenlijk doet, is het gaat heen en weer. En naar voren en naar achter. Op die manier zorgt dat het een optimale losmaking genereert. Oké. Okay. Ze mag in principe alles doen wat ze wil. Maar ze zal zeker nog wel een wat beursgevoel hebben de eerste paar dagen. Maar het is geen heftige chirurgie, dus eigenlijk een vrij milde chirurgie. En wat je ziet is dat door, ja, je kan alles doen wat je wil. Je kan sporten al na 2 dagen, je kan fietsen, je kan wandelen, trap op en af. Maar wat wel belangrijk is dat je de eerste paar dagen, zolang de rondjes nog een beetje open zijn, dat je bijvoorbeeld niet naar de sauna gaat of niet in bad gaat, dat soort zaken. Moet je speciale kleding aan, compressiekleding? Ja, we geven compressiekleding mee na de behandeling. Dat is meestal voor 1 à 2 dagen belangrijk om ook met wat absorberende verbanden het lekken tegen te gaan of op te vangen. En na 1 dag of 2 dagen is het lekken voorbij en dan helpt het een beetje tegen de steun. De behandeling is voorbij. Ja. Hoe vond je dat? Ik vond met name de verdovingsprikjes wel heel erg gemeen. Ja. Zeker sommige plekjes dat ik dacht, oh, dat was echt even tanden op elkaar. Ja. Maar daarna voel je het eigenlijk niet. Nee, voel je helemaal niks. Nee. En nu ook niet, ik heb geen pijn. Het is natuurlijk nog wel wat verdoofd. Ja. Het lopen, dat gaat allemaal goed. Gaat allemaal prima. Zitten. Ja. Ja, ook. Hoe voel je je, Esther? Ja, eigenlijk prima. Ja? Ja. Ja, zijn je verwachtingen uitgekomen van het ondergaan van deze ingreep? Ik had het erger verwacht, als ik eerlijk ben. Ja. Dat valt gelukkig mee. Dan. Nou ja, omdat ik het filmpje had gezien van tevoren, dacht ik, oh, dat vind ik wel eng. Maar nee, het is me eigenlijk al meegevallen. De hartslag is ook weer naar beneden. Ja. En nu is het wachten, hè? Het resultaat. Ja. Maar daar houden jullie van op de hoogte. Ja.